Oké, dan zijn we klaar. Rectoscoop alstublieft. De rectoscoop die wordt anaal ingebracht. Meneer De Pauw, je zult dat een klein beetje voelen. Dat voelt lichtjes warm. Ja, sorry, lichtjes warm. Ik was bijna begonnen zonder jullie, hè, mensen. Gewoon rustig blijven zitten, meneer De Pauw. Wie zijn dat? Lichtjes, dat zijn de stagiaires. Ja. Die zijn dus bezig met de patiënt met hemoroïden. Zij moeten die hier allemaal bij staan, hè? Dus hè? Gewoon die hier allemaal blijven. Moeten die geen handen gaan trekken of tegenstander? Ah! Ah! Oh! Oh! Die worden gewoon nu één voor één weggeschroeid. Rustig, meneer De Pauw. Kan je niet blijven met mijn gat omhoog? Meneer De Pauw, die handen is nog niet af. Ja, maar ofwel doen jij alleen. Ik ben zo'n grote fan, want ik had u niet herkend langs deze kant. Ja, Bart De Pauw, 16 jaar geleden in het geslacht De Pauw, moest aanbijen laten wegbranden. Bron van schaamte voor de patiënt en bron van vermaak voor de toeschouwers blijkt. En toch, we moeten het hebben over het laatste taboe. Dokter Van Geluwe, daar heeft u een boek over geschreven. Ons achterste, onze anus, ons gat, nog altijd een taboe. Zeker. En dit fragment vat eigenlijk alles heel mooi samen. Je ziet duidelijk alle ingrediënten om over een taboe te spreken zijn aanwezig. Het gegichel van de studenten. Ja, Bart De Pauw die zich zeer onwennig voelt. Die een soort vermijdingsdrang toont. Dus je ziet duidelijk dat er een taboe is. En dit fragment is 20 jaar oud. U schrijft, ja, Bo Koolzaad maakte de penis bespreekbaar. Goedele Liekens de vagina. Maar niemand heeft ooit een boek durven schrijven over de anus. Wel, het is zo dat ik kwam tot de vaststelling dat er geen boek bestond over de anus. En dan dacht ik van, wat is de reden daarvoor? Ofwel is er inderdaad geen interesse. Is het taboe zo groot dat er geen vraag naar is? Dit kan. Hè. Ofwel is er nog niemand op het idee gekomen. Ja. Ben ik toevallig de eerste? Ja, dat kwam een klein beetje arrogant over. Dus ik dacht van, oké, er moet wel een reden zijn waarom er geen boek bestaat. Maar wat het ook zei, waarom is het een taboe? Dan moet je natuurlijk de vraag stellen, wat is een taboe? En een taboe is eigenlijk iets waarover dat we niet spreken, waarover dat we... Ja, spreekt u dan zo makkelijk over uw achterwerk? Ja, maar dat is iets wat is we onderling... Is het bij thuis geen taboe meer? Nee, maar dat is iets wat we onderling als maatschappij hebben afgesproken. We hebben afgesproken van, oké, we maken daar een taboe rond, om verschillende redenen. Hè. En we zijn nu 2020 en ik stel gewoon vast dat... Ik heb niets tegen een taboe, maar ik heb wel iets tegen een taboe wanneer een bepaalde groep, zijn de patiënten die ongemakken hebben, door dit taboe niet naar de arts durven en dus weken, maanden, jaren rondlopen. En gebeurt dat bijvoorbeeld de aanbijen van Bart De Pauw? Hè? Dat is zo'n klassieke aandoening. Is er een taboe om daarmee snel naar een dokter te gaan? Jawel. Want ik blijf erbij dat heel veel van die problemen zeer eenvoudig opgelost kunnen worden op het moment dat je er vroeg bij bent. 80% van die problemen zijn eigenlijk oplosbaar met een heel kleine, eenvoudige behandeling, zonder operatie. Ja. Maar wat gebeurt er? Veel mensen hebben een zekere schrik, een gebrek aan durf om naar de arts te gaan. Mm-hmm. Ja, zolang... Terwijl, ik heb begrepen, Lieven heeft het hele boek geschonden, maar in het begin zegt u ook van, eigenlijk zijn we anus in den beginnen. Het is... Een zeer mooie opener van het boek, omdat we zijn eigenlijk begonnen... Ja, een eicel en een zaadcel komen samen. Dit vormt... Ja, dit gaat delen. Je krijgt een klompje van celletjes en in dat klompje ontstaat een deukje. En dat deukje wordt steeds dieper en wijder en zal dan aan de andere kant een tweede opening maken en dat is onze mond. Hè. Maar het eerste deukje, de eerste opening van ons lichaam, is eigenlijk de anus. En dat is blijkbaar ook hetzelfde... Dat is eigenlijk genderneutraal, zeg maar. Wel, de anus is per definitie genderneutraal. Ja. Het is niet gebonden aan een type geslacht. Het is niet gebonden aan man of vrouw. Iedereen, elk mens, heeft hetzelfde een anus. Dezelfde opening. En ik vond dit een mooie opener die onmiddellijk ook de anus op zijn piedestal zet. Van, oké, dit is wel belangrijk, maar toch verdrukken we deze regio. Toch is dit de laatste regio van ons lichaam waar we eigenlijk niets over zeggen. In dat taboe is er misschien nog een ander taboe, wat u ook aansnijdt, redelijk snel in het boek, namelijk anale seks. U zegt, we moeten de anus eigenlijk herwaarderen of leren waarderen als bron van genot. Wel...
Het boek is natuurlijk, je kan natuurlijk een boek starten en onmiddellijk de zeer negatieve dingen over de anus beschrijven. En dan, spreek inderdaad over pijn en ongemakken. Maar ik dacht van, ik zal beginnen met het positieve. Ik zal beginnen met het leuke gedeelte. De anale erotiek, anaal genot. Hè. En dan merk je dat ook dit een groot taboe is. Hè. Ja. En terwijl... veel mensen hebben daar vooroordelen over. Zeggen, zeker. Dat is iets pijnlijk, tuurlijk. Dat is iets tegennatuurlijk. Dat tuurlijk. Zijn de twee meest gehoorde zaken. Plus ook, je had natuurlijk, en dan moet je natuurlijk een beetje de geschiedenis kennen... Ja, in de jaren 80 ontstaat plots de HIV-crisis, de plotse, mysterieuze... Waarbij anale seks toch ook een risico was. Voilà. En dus dan komt anale seksualiteit in de media, maar werd onmiddellijk de link gelegd met die gevaarlijke, toen nog onbekende ziekte, HIV. Dus dan had je een maatschappelijk, wetenschappelijk debat die onmiddellijk ontstond en vertrok met een zeer negatief beeld van HIV, anale erotiek. Dus dan was het eigenlijk al in de jaren 80, net na de seksuele revolutie van de jaren 60, 70, eigenlijk al met een zeer negatief beeld vertrokken eigenlijk. U wil ons ook leren naar het toilet gaan, want we doen dat niet goed, blijkbaar. Wel, niet goed. Het is te zijn, dat weet ik niet wat u op het toilet doet, maar ik stel vast... Ja, liever, wat doet u op het toilet? Ik stel wat vast doen mensen op het toilet? Dat heel veel patiënten natuurlijk mij vragen van wat kan ik doen om problemen te voorkomen. Maar de Fransen bijvoorbeeld, die hadden het eigenlijk wel goed met hun oude hurktoiletten. Ja, dus, en dan merk je inderdaad dat wij als rechtopstaand wezen... van nature door de eeuwen heen eigenlijk in een hurkende positie naar het toilet geweest zijn. Het is eigenlijk pas de laatste 150 jaar... dat we een toilet hebben geïnstalleerd. Want hurkend maakt het vanzelf meer open en dus vlotter. De hurkpositie is eigenlijk voor de bekkenbodem veel beter, omdat die spier zich beter ontspant. En eigenlijk zal je veel vollediger, vlotter en sneller leegmaken in een hurkende positie. Wat ik ook fijn lezen vond, is het pleidooi ook om minder lang op het toilet te gaan zitten. Hè? Wat toch wel eens gebeurt bij anderen, hè? Dat ze daar boekjes beginnen lezen, YouTube-filmpjes beginnen bekijken. Het is bijna... een verblijfskamer geworden, sneller van dat toilet. Ja, het toilet is geen gebied waar je kan onthaasten. Als je me-time nodig hebt, dan zoek je een betere stoel dan een wc-stoel. Hè. Maar dus een van de problemen is dat we eigenlijk te lang op het toilet zitten om te onthaasten, om niet gestoord te worden. Maar onrechtstreeks, ook onbewust, ga je... persen, druk zetten op de aars en dat is niet gezond. Sneller van het toilet. Ja. Als ik om af te ronden misschien nog mag opmerken, ik heb de indruk dat u zichzelf een soort taboe ook wel hebt opgelet. Dit boek is geïllustreerd met hele mooie, maar ook hele propere prentjes. U had ook kunnen kiezen voor foto's, maar die zijn niet zo appetijtelijk. Hè? Nee, maar ik denk... Een tekening is om te beginnen didactischer. Ja. Ten tweede, het is mooi zwart-wit. En ten derde, ik ben een nobele onbekende. De uitgever heeft een redelijk mooi budget voor mij vrijgemaakt, waarvoor dank. Maar kleurenfoto's maakt natuurlijk een boek ook veel duurder. Okay. Dus dat zal waarschijnlijk de reden zijn. Het heeft met geld te maken. Dank u wel, dokter Bart van Geluwe. En dus dit nieuwe boek, Achterwerk, alles over het laatste lichamelijke taboe, ligt in de boekhandel. Hè? Zeker. En daarmee is...